Zo, ik ga... Kijken? Dat is perfect. Dit is top. Ik zet hem nu aan, want ik wil eten. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer met mijn zussen. Ik lijk echt heel... Nee, ik ga weer zeiken. Dat ik zo groot lijk nu. Ja, we zitten kijk hoe, in een auto. Maar we zitten iets boven. Ja, ik zit op die handrem. Het is allemaal ik lijk echt groot. We gaan gewoon vreten, want het was ja, wel goed. Ja, ik zit gewoon iets omhoog. Nou, het is dus een karmic bang, dus het is gewoon helemaal naar de kloten. Wat hebben we? We hebben niet normaal iets lekkers. We hebben corn dogs, cheese corn dogs open en loaded fries met cheese en dit ruikt lekker. Allemaal lekkere dingen. Ook hebben we Cheetos. Geen bestek. Ja, dus eet gewoon lekker met je handen. We hebben ook flaming hot Cheetos die we gaan proberen. Dus het wordt helemaal lekker mukbang. Oh ja, we hebben ook nog. Die doen we even hier dan mooi in. Ja. Water. Dat helpt. Hier één sausje. Ja, als dit zo zit. Jij houdt die saus vast iets. Ik ben een saus girl. Allemaal opdoen hoor. Zo een beetje natte. Ja, maar dat is gewoon vocht. Het is lekker klus hier in de auto. Het regent. Ja, het regent. Dus jullie horen waarschijnlijk wel een beetje. Ik heb hem net opgemaakt, maar toch weer niet. Ja, ik kom ook met die lange kutnagels. Ja, ik kan het ook niet. Deze zet ik gewoon hier neer. Oké. Ik neem deze. Dit is de portée. Kijk dit dan. Wat een bonk. Ja, ik ga deze nemen. Ik deze. Oké, let's try. We zijn ook echt dik geleuten liggen. Maar kijk dit. Helemaal beslagen. Overal zit een worst in. Nou. Ja, kan ook niet anders toch? Nou, soms ook zonder worst hoor. Deze jongens, spicy. Deze is lekker. Echt? Oh, lekker. We mogen niet helemaal opeten, jongens. Nee, we doen allemaal 1/3. Maar deze hier hebben we er 2 van. Dit is echt niet helemaal lekker. Daar dit is gewoon een normale. Ook heel lekker. Oké. Ik ga nog mayo proberen nu. Ik heb dit over, maar. Die spicy. Ja. Lekker. Die is heel lekker. Ik wil die frietjes proeven. Ja. Oh, dat is lekker, jongens. Hoor nou, dit is binnen 1 minuut op. Echt. Kijk dit. Allemaal kaas en ui en jalapeno's. En... Oh, ik heb gelijk jalapeno, maar ik kan niet zo goed tegen heel erg pittig. Ook wel. Lekker. Ik heb ook nog saus. Deze was wel lekker, ook die basic. Ja, hè? Oh my god. Nee. Het valt allemaal. Ik ben net gesmaakt van de auto. Lekker, man. Ja, ik wil hier saus bij. Ja, hier moet je echt saus. Oeh, dat heet. Ah. Oh nee. Wat weer. Oh, zo niet leuk. Nou. Zie die saus. Dit eet echt voor een kut. Jezus, wat goed. Dit is echt lekker. Het is echt lang geleden dat we met z'n drieën mukbang hebben opgenomen. Eerlijk. Ja. Maar we waren dus net in de markthal, jongens. Het is echt leuk om er iets van te maken dat we vaker naar de markthal gaan en dingen gaan proeven. Eerlijk, hoe leuk zou dat zijn? Tentjes, zeg maar. Ja. Dat is toch fucking leuk? Dus stel jij woont in de markthal, of ik bedoel, gewoon bent, je kent het. En er is iets dat we moeten proberen, dan moet je dat even laten weten. Aha. Toch? Dat is wat? Oh, deze is lekker. Ja, die, maar die hebben we 2 keer besteld, hè? Want die dacht wel dat het lekker nee, was. Nee, wel. Die spicy niet. Wel. Nee, gewoon een cheese, toch? We hebben niet een spicy cheese, hoor. Is dat lekker met die aardappel? Ja, heel lekker. Ik moet die ook nog even proeven. Die saus is helemaal niet handig. Ik pak deze dikke bonk. Mag ik... deze? Ik wil deze. Lekker, jongen. Ik wil even... Maar ik dacht dat het ook zonder worst was. Ik ook. Nee, maar ik dacht juist dat heb je ook. Deze is zonder. Die moest ik. Die is zonder. Ja.
Ja, die wil ik ook. Mmm. Lekker? Mmm. Ik vind wel dat het echt saus nodig heeft hoor. Ja, ja, vind ik ook. Maar dit smaakt gewoon echt naar hoe ik het dacht. Ja. Mmm. Oh, overal saus. Maar ben je bekend bij de markt al? Moet je even leuke dingen laten weten wat ze moeten proberen? Ja. Dat was leuk. Oh. Moet iemand een vraag? Heel erg lekker. Ach, lekker dit. Ik wil ook wel een slokje water. Hoeveel calorieën zijn er in zo'n bak? Ja, dat moet je niet weten. Nee. Oh my god. Ik wil ook die kaas proberen, jongen. Goeie lekker. Welke is jullie favoriet tot nu toe? De spicy, denk ik. Ja, en die pofjes. Ik ga die nu proberen. Hoe eet je die pofjes nou in die saus? Niet te doen, zo. Nee, dat is niet te doen. Ga je zien ketchup? Ik vind ketchup het lekkerste bij, denk ik. Ik ook. Ik zie die. Ja? Ja. Ja, jongens, dan gaat die dikke kaas. Dat is echt niet normaal. Je hele kaas kan eruit. Ja, dan kan je gewoon niet normaal eten. Die moet even diep proeven, iets. Ga je even diep proeven? Ja. Welke? Nu laatste. Oh ja, we hebben nog één hele rare. Deze. Het lijkt op een inktvis. Ja, zo noemen ze hem ook. Oké. Mag ik een slotje water? Je wil die kaas proeven? Kijk, het gaat allemaal op iets bij de broek. Wauw, wat is dat zwarte? Waar smaakt het naar? Het ziet niet echt smakelijk uit, vind ik. Nee. Ik heb het wel gezien bij mijn been dat iemand het had. Gewoon hetzelfde als andere. Hartstikke ketchup. Oh, die heb jij. Gewoon hetzelfde, hè? Ja. Alleen meer voor de grap. Ik had wel verwacht dat er in die hot dogs meer kaas bij zat. Ja. Ik vind deze al het meest lekkers hoor. Ja? Zonder hotdog. Minder smaken. Ja. Ik vind deze zo lekker. Ja, ik vind deze ook. Ik vond die spicy het lekkerst. Ja, ik ook. Ik wil wel die inktvis ook wel proeven. Ja. Maar mag ik wat water? Wacht even hoor. Is die gevallen? Nee. Oh, op de jas. Op de jas. Alsjeblieft gewoon een beetje normaal te doen. Eeuw, er zit allemaal stof aan. Nou. Ik ga straks gelijk mijn auto schoonmaken hoor. Dit is gewoon echt lijfvol. Er zit niet eens kaas in, mevrouw. Nou. Kan iemand even een beetje aangeven? Dan moet gewoon alles in. Die Cheetos moet je nog proeven. Ja. Oh ja. Ik heb nog helemaal bijna geen Cheetos. Nee, dit zit, dit deze kennen de meeste mensen wel, maar Saar kent deze nog niet. Ja, ik ken ze wel, maar alleen nog nooit op. Ja, dus die gaan we ik ook... Ik heb die ook nog nooit op. Nee? Nee. 140 calorieën, dat valt op ons al mee. Per? 170 bedoel ik. Oh, nou. Dat staat per bakje zeker in de meer. Ja. Nou. Ook water, jongen. Ik ook. Ah. Ik vond die lekker. Ja, heel lekker. Maar het is niet dat ik iets denk van zo, dit wil ik maandelijks. Nee. Gewoon nee, iets niet zoals... heel af en toe, ja. Gewoon lekker proberen. Gewoon proberen te hebben. Inderdaad. Nee, ik zou het niet vaker halen of zo. Niet dat ik denk, het is mijn liefde. Niet dat ik denk als ik daar loop, dat je dat moet denk, halen. Dat ga ik halen. Nee. Ja. Het is zo krap een beetje hier. Is wel boos zitten wij er niet op, of wel? Ja, het is heel erg krap. Ja, ik voel me echt een bul. Ja, en ik weet gewoon niet waar ik alles moet laten en weet ik het allemaal. Ik wil een paar frietjes. Ja, het is gewoon niet te dippen. Ik moet dit laten. Ik doe maar gewoon zo. Schoon. Alles ligt in de saus. Ja. Het is niet normaal. Wat voor wat een beestenbal bak. Kijk je auto. Kan deze niet even in de zijkant? Ja, er liggen nog meer spullen ook erin. Kijk, dat ziet er uit. Maar. Wat lekker, joh. Hier zeg je wel al vol, hoor. Ja, ik ook. Die stokjes zijn een beetje irritant met dit, hè. Ik ben wel echt blij dat ik dit heb geproefd. Ik ook. Dit is echt iets wat ik al zo lang wilde proeven. Ik ook. Echt een lijfvol.
Mm. Ik ken het helemaal niet. Nou, ik wil nu kijken heel veel mukbangs. Ja. Nou. Ik wil ook nog wel echt vol. Oh. Oh ja. Oké, zullen we deze proeven? Ja. Echt jij heel lekker. Wel echt spicy, maar wel echt heel lekker, ja. Oh, maar ik hou van spicy. Nee. Jij zit echt als allerergste knoeien van ons allemaal, hè? Hoezo? Jij denkt al 3 keer laten doen. Nee, dat was ik niet net. Wanneer net niet? Ik alleen nu laat ik op het takje vallen. Oh. Oké, hier zit een beetje van. Ik heb dit dus nog nooit op. Ik ben er zo niet na. Waarschijnlijk zit het alleen maar. Oh, lekker. Oh my god, ze zijn groot. Ja. Kijk, hè. Oh. Mag je nog even één patatje, hoor. Wacht, moeten we dat tegelijk... Oh. Nou, we gaan het tegelijk proeven. Oh, oh, dit is lekker. Wacht even. Ja. Dus wat is het? Helemaal niet pittig. Nee. Maar ik kan heel goed tegen pittig. Normaal. Hoe meer je van dit eet, hoe pittiger het wordt. Maar je hebt ook dat takis of zo. Of takis. Takis. Dat hadden ze niet, dat wil ik heel graag. Ja. Ik ben opgerolde Doritos. Lekker, hè? Lekker, ja. Maar je kan hier niet de hele zak van naar achter werken. Nee, dan ga je zeggen, poepen dit gewoon pijn in de mond gaat. Ah! Wow! What the fuck, auw! Ik zag haar de tong echt als het kijk. Hè? Nee, het komt. Wat? Ik zag jouw tong helemaal rood. Oh, en toen ben je zelf kijken? Ja. Oh. Op zich is het licht best wel goed. Het is echt regen en hele auto's beslagen, maar... Ja. Je hebt daar zoveel in die markt gehaald. Echt leuk. Ja, heel leuk. Maar we hadden ook gewoon bijna, we hadden 2 corndogs per persoon, hè? Ja. Maar ja, we hebben bijna op. Ja. Ja. We nemen gewoon een hapje, hoor. Die, eigenlijk moet je wel die dingen opmaken, die die patatje. Dat is wel zonde. Ja. Zo, dit is goed. Een beetje zuurig ook of zo. Ja. Zuur en echt pittig. Ik ken dus mensen die eten. Dus eten, die dippen dit dan in cream cheese. Dat is een soort. Zit daar op je kruimels. Dat is een soort dat balanceert. What the fuck? Dat balanceert zeg maar weer de pittigheid. Mensen die echt wel aan het hotboxen zijn hier. Ja. Ja, gewoon je kan vreten. Oh, maar wie zag ik het nou doen? Monica? Die deed echt alsof dit heel pittig was. Of was het iemand anders? Nou, heel veel mensen vinden dit pittig. Ja? Daar ben ik echt heel erg mee van. Ik ook. Die frietjes zijn pittig, hoor. Met die jalapeno. Nee, die jalapeno is niet. Wat? Die frietjes vind ik maar niet pittig. Dus de jalapeno's op. Ja, maar dat is pittiger als dit. Met zo'n jalapeno. Nou, ik weet het niet, hoor. Jawel. Oh. Ja, dat moet je niet een goeie. Nou, Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Nou, best. Ja. Mooi, beter als de vorige keer. Nu ik ben. Ja, ik heb echt zoveel berichten daarover gekregen. Ja. Maar ja, het is gewoon accepteren en... Een school? Ja, dat is een drama. Blijf mijn auto even aan. Maar je hebt gewoon meer losgelaten. Ja. Ja. En bij jou op school, Bo? Op school? Ja. Ja, goed. Mooi. Met mijn handen, brengen. Ja. Ja, het gaat heel goed. Ik heb al heel erg online les. Ja, ik ook. Maar nog steeds vind ik het helemaal leuk. Ja. Mooi. Helemaal. Gaat het erover, toch? Ja, zeker. Ah. En dat is goed. Zekers. Nog een paar examentjes maken. Oh, echt? Jij bent een beetje hetzelfde klaar, maar ben je ook in juni klaar, Albo? Nee, sowieso niet. Het is in juli, denk ik. Ik ben 12 juni al klaar. Ja, ik ook zoiets. Hoezo? Ja, dat is HBO. Waarschijnlijk herkansingen nog. Maar... Ja, ik krijg altijd herkansingen, inhaalmomenten.
Dus eigenlijk bullshit. Ik ga het allemaal niet doen als het lekker weer is. Er zit ook een soort saus op. Weet je wat ik zat te denken? Heel veel mensen hebben nu examens, hè? Dat is mijn vakantie. Moet je wat leren voor je examens. Ja. Hoe chill met het weer. Ja. Dat is echt beter. Wij hadden zo mooi weer. Ja, ja dan... Wij hadden hetzelfde jaar examen toch, Bo? Ja. Trek je ze hier aan? Weet je? Ja. Ja. Oh, je pakt precies mee dat je die kaart gevist had. Nee, maakt niet uit. Die kaart gevist. Hoe het heet is. Ja, ik wil trouwens wel saus. Ja. Dat is echt niet te kalmen. Ja, het was echt zo. Mm. Ik heb genoten. Ik ook. Ja, ik ook. Hebben we nog doekjes? We hadden toch van die doekjes? Ja, ja dat zit in dat zakje. In die tas. Zo. Oh, we hebben wel bestek! Nee. Jee! Dat zit onder de saus. Nou, we hadden dus gewoon bestek. Oh. Nou ik had ook van die nappige doekjes. Oh, die liggen hier. Ja, ik zit dus gewoon in een bak met een zak met saus te graaien. Cool. Moeten we nog een mes? Een vork? Kan ik zich misschien. Nou, ik hoef niet meer hoor. Nee. Het zit vol. Ja, ik ook niet. Moet iemand nog die inktvis? Nee, nee. Oh, wat een kliederzooi. Ja, het is dat we niet in de buurt wonen. Maar ik vind een karmic bag ook altijd wel een soort leuk idee. Zo'n beetje. Lekker nonchalant, lekker in de auto vreten. Ik heb een keer een carbon van Monica en Danique gekregen. Die was zo chill. Mm. We hebben een grote auto van Rezen over. Dan zaten ze lekker Maggie te weten, helemaal gefliet en zo. Klopt. Mooie krullen, echt op. Hier. Maar ja, wij zitten in een 1x1 auto. Nou, we zitten ook gewoon een dikke Fiat. Maar met z'n tweeën is het beter in de carbon. Ja, ja. Dit is wel, ik zat eerst hier achter, maar dan ben ik echt heel donker. Ja, dat was heel donker. En nu zit ik echt zo naar achter. Oh, die chips is goed! Ja. Pittig. Er zit echt een soort lekker smaakje aan. Het is niet gewoon pittig, maar... Wat voor smaak is het dan eigenlijk? Een beetje zuurig of zo. Maar je hebt deze ook. Nee, dat zijn die takis. Dat is met limoen smaak erbij. En dat is een soort opgerolde Dorito. En pittig. Nou, limoen lijkt me niet zo lekker. Nou, wel. Het is een soort... Het is wel dit. Het is wat zuurig. Ja, oké. Maar... We kunnen ook... Ja, van Amerikaanse snoep weer doen. Ja. Allemaal van dat eten. Echt rare dingen. Snoep of eten gewoon. Ja. Nou. Dat is goed. Dat is alleen maar te eten. Ja. Nou, ik eet gewoon de hele dag niet. Alleen vanavond een klein beetje. Nou, ik maak geen zuipen ga je weer. Ja. Ik maak niet uit of eten. Wat ga je doen vanavond, Bo? Ja, Benze. Oh ja, jezus. Moet je nog de stad in? Oh ja, kwart over 1. Oh, ik moet 3 uur thuis zijn. Dan hebben we nog een uur. Okay. Nou, ik kan niet stoppen met die chips. Ik ook niet. Maar dat doe ik altijd met chips. Dat vind ik zo kut. Ik ook. Maar dan vind ik het wel heel lekker. Wat voor cijfer geven jullie het? Even kijken. De chips. De corn dogs. Oh. Eerst de corn dogs. Oké. Okay. Ik geef de corn dogs een 8. Ik ook. Ja, ik ook. Nou, dat is heel raar. Nee, dat is niet stom. Nee, ja. Ik zit niet pittig. Nee, ik geef wel wel hoger dan 7,5, maar ook weer niet een 8,5. Een 7,8. Of een 8,2. Want ik geef het een 8,2, ja. Ik een 7,9. Ik een 8,3. En de friet vond ik... Nou, lekker, maar niet... Gewoon een 7,5. Dit is gewoon normale kaas met ei. Dit vind ik een 10. Die chips is echt een 10. Die zak is bijna leeg, hè? Nee. Die zit om de kantje. De chips geef ik een 9 gewoon. Geen 10. Ja, dit is mijn favoriete chips. Ik heb ook een 9. Nou, 9,5 is altijd ruimte voor verbetering. Nou helemaal leuk. Eentje niet hoor. Sushi is echt niet verbeterd. Nee, dat is 10. Oké, let me know in de comments wat voor video we de volgende keer moeten opnemen. Dan gaan we daar... Misschien hebben ze wel een heel ander leuk tentje in Nederland. Maar ga je allemaal helemaal zo zitten? Ja, je moet er ook zo gaan zitten op je hoofd. Laten we gewoon normaal zo. Gaan we gewoon helemaal zitten? Ja. Ah! Zo. Oké, maar ze moeten even laten weten waar we de volgende keer heen moeten gaan. Misschien hebben ze wel iets vet leuks. Dan gaan we daarheen rijden. Mm-hmm. En dan is helemaal leuk. Wij zijn echt een mukbang queens. Ja. Heel Nederland. Ja. Rijden. Gewoon, Nou, nee. Nou, laat me weten. Moet ik een serie maken? Een leuke naam.
dat gewoon to-go dingetjes maar waar je lekker eten kan afhalen. En dat we dan door Nederland, heel Nederland gaan om het af te halen. Wat zei je wel? Gewoon leuke to-go dingen wat je kan afhalen inderdaad. Gewoon leuke misschien, hè, want niet iedereen komt waar wij vandaan komen. Gewoon een ander, heel ja, niet ergens helemaal in Groningen. Maar gewoon een beetje in de Randstad, waar je leuke speciale dingen hebt. Dat je echt denkt van, oh my god, dan moet je en dan kunnen we de hele tarwebank op gaan nemen. Ja. Ja, maar ik wil nog wel chips eten in één keer. Ja, en dan gaan we core mukbangen. Eigenlijk, wat is een goede auto om in te mukbangen? Van die wij in hebben. Porsche van Pieter Post. Ja, dit is op het dak. Ja. Dit is een optie, zeg maar, wat we nu hebben gedaan. Maar, ah joh, lekker knus. Het is hier wel een beetje... Toch wel gezellig met zussen. En dan zien we elkaar ook nog eens. Echt zo, we zien elkaar bij ook al, we zijn beste vriendinnen. Meestal zien we elkaar gewoon, zeg maar, apart van elkaar. Ja, omdat we maar dat komt omdat we allemaal zo druk hebben. We hebben nooit het moment dat we alle drie kunnen. Meestal, dan moet ik werken. Oh, maar dan moet ik oppassen. Oh, maar dan moet ik dit. Oh, dan ben ik met mijn vriend, weet je wel. Ja. Het is altijd wel iets. Klopt. Dus. Met z'n tweeën is heel makkelijk. Want je bent vrij. Oh, maar echt afspreken met z'n tweeën doen we ook niet echt meer. Het is meer dan meer op dag gaan wij eens naar de zonnebank. Ja, wij werken. Inderdaad, een rondje lopen. Maar echt dat we gaan lunchen. Ja, je kan niet. Nee, ja. Niet afspreken met z'n tweeën. Dat hebben wij laatst wel gedaan. Ja. En met z'n drieën ook. Ja, we hebben woensdag gewoon afgesproken met z'n drieën. Donderdag. Ja. Kunnen we lunchen? Bijna. Nou, één wijntje. Nou, wel echt een rekening van 130 euro lunch. 110. Oh. 30. 108 volgens mij hoor. Dus. Oh ja, 110. Valt nog mee trouwens. Maar ja, voor een lunch. Dat slaat gewoon nergens op mee, hoor. Dat nou ja, als jij mee. Gewoon normaal bij een ding lunch een eetje. Maar we hebben nog geen broodje op. Nee. Dus voor wat we op hebben, dat is gewoon weinig eigenlijk. Nou, niet weinig, gewoon normaal. Maar als je voor een lunch, dan denk je van. Ja. Oké. Okay. Nou, nieuw boeite. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Onze volg op Instagram. En natuurlijk op mijn kanaal te abonneren. Notificatiebel aan. Stay tuned voor alle mukbangs. Let me know in de comments waar we heen gaan. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!